Hey, hallo, ik ben Menno. Ik werk bij het ROC van Amsterdam, bij de laboratoriumopleiding. En elke woensdag, eigenlijk wel vaker, mag ik mooie dingen doen met het Practoraat Mediawijsheid. Nou, wat heb ik het afgelopen jaar gedaan? Ik heb mooi mogen experimenteren met een digitale leeromgeving. Wij merkten in onze onderwijspraktijk dat we veel moeite hadden met het echt gedifferentieerd aanbieden van lesmateriaal. Het betrekken van de studenten die heel ver waren en makkelijk door de stof heen gingen. En het bijbenen of het goed kunnen begeleiden van de studenten die juist heel veel moeite hadden. En alles wat er tussenin zit. Het experiment hield in welke digitale leeromgeving is gepast in onze onderwijspraktijk. En hoe krijg ik mijn collega's zover dat ze dat ook echt gaan gebruiken. Nou, hoe ben ik daarmee aan de gang gegaan? Het was een strijd. Het was een hele zware strijd, maar met een veel positiever en mooier resultaat dan ik eigenlijk had kunnen wensen. We hebben een digitale leeromgeving uitgekozen. We zijn gaan werken met LearnBeat, omdat LearnBeat alle aspecten waar wij mee willen gaan werken en die wij willen bieden aan de studenten ook kon bieden. Nou, stap 2, hoe krijg ik de collega's zover dat ze dat ook gaan gebruiken en willen gebruiken? Vooral dat stuk was erg belangrijk. Daar zat de grote moeilijkheid. Ik ging er vanuit van, hey, ik heb iets moois, iets nieuws. Laten we dat met z'n allen gaan gebruiken. En dat de collega's dan ook in de rij zouden staan om dat te gebruiken. Maar dat was niet zo. Zo werkt het helaas niet. Ik moest ze uitdagen, ik moest ze nieuwsgierig maken. En ik heb studenten ingezet die erg tevreden waren met de lessen in LearnBeat. In de digitale leeromgeving. En die vroegen aan collega's, wil je er ook in gaan werken? Hey, we zijn er erg blij mee. En ja, ze werden nieuwsgierig, begonnen de voordelen te zien en gingen vanuit zichzelf werken met LearnBeat. Nou, dat was een mooier resultaat dan ik zelf had kunnen zien. Het practoraat heeft me daar erg in geholpen om een goede weg te vinden in hoe je een digitale leeromgeving kunt inzetten. En hoe het proces van implementatie werkt. Ik heb gewoon heel veel input van het practoraat gekregen. Ik heb kunnen sparren. Ik heb mijn problemen neer kunnen leggen. Ik heb de tips, trucs, van alles gekregen. En nog veel meer plezier gekregen in het werken met de digitale leeromgeving. Maar we zijn niet klaar. Ik heb nu collega's die ermee werken. We hebben een digitale leeromgeving gekozen. Studenten zijn blij. Aankomend jaar, of het volgende jaar, ga ik werken met LearnBeat. Om te kijken hoe we dat strategisch kunnen inzetten. En op welke manier we de mogelijkheden zo optimaal mogelijk kunnen benutten in onze onderwijspraktijk. Dus ik ben nog niet klaar, er is nog een mooie weg te gaan en ik kijk er al naar uit om dat aankomend jaar te gaan doen.